Ik ga vandaag een speciale tactiek gebruiken om een potje Fortnite te winnen. Ik ga in Game Pass laten zien wat het is. Waarschijnlijk zie je het al op de thumbnail, maar toch denk ik... Ik ga vandaag bomen gebruiken om te winnen in Fortnite. Natuurlijk kan je normaal gesproken bouwen. Kan helaas niet meer. Dus daar gaan wij ons voordeel uit halen. Je zal het zo allemaal zien in de gameplay. Genoeg gekletst. Let's go. Nou, jongens. Ik heb dus... Oh, wacht. Ik heb even kijken of ik hem gelijk kan killen. Speciaal voor deze video. Je beweegt echt... Wacht even. Jij bent... Kom op! Dankjewel. God, dat was een beetje slecht. Maar dat maakt niet uit. Ik heb speciaal voor deze video ook een speciaal pakje aangetrokken. Vond ik wel zo leuk. Wat is dit? Een revolver. Ugh. Want wij gaan bomen gebruiken vandaag. Wij gaan heel veel bomen gebruiken. Althans, is de bedoeling. Het ligt eraan waar de cirkel eigenlijk ook een beetje eindigt. Want het kan niet met alle bomen in het spel. En voor de mensen die het gelijk door hadden. Ik ben naar de kapper geweest. Ik ben eigenlijk naar de kapper geweest, jongens. Jullie hebben het echt... ontzettend vaak gecomment. Like, echt, ik denk dat ik wel meer dan 1000 comments heb gehad van ga naar de kapper. Nou, ik ben geweest. En zelfs de zijkant, ja, is kort. Nou, allemaal, shh, en dan vind ik jullie weer lief. Nee, grapje. Grapjes. Ik heb ook echt geen idee waarom ik eigenlijk hier ben geland. Ik denk dat ik nog nooit, ook in geen enkele video, ik hier ooit geland ben. Maar ach, keertje wat anders mag ook wel. Nou wil ik dus eigenlijk aan jullie laten zien wat het plan is. Dus dat gaan we gewoon even gelijk doen. Nou is het plan dus eigenlijk... Ik wil even kijken of dit gaat lukken vanaf hier hoor. Het plan is dus eigenlijk om van al deze bomen hier gebruik te gaan maken. Want mensen die letten daar niet meer op of je in een boom zit of whatever. Want je kan ook niet meer bouwen en zo. Dus ik ga gewoon hier zo... Hoppakee... zal ik nog hoger gaan? Ik kan nog hoger. Even parcouren. Zo, hier omhoog. En dan hier omhoog. Oeh. Dit is wel echt al gelijk een vieze spot. Moet ik eigenlijk kijken of iemand kan gaan snipen uit de Daily Bugle. Nee, ik ga een andere boom zoeken. Ik ga een andere boom zoeken en kijken of ik iemand kan snipen. Maar dit is een beetje wat mijn plan was, zeg maar. Oeh, er is daar een lama. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Die wil ik eigenlijk stiekem wel hebben. Kan ik dat pakken? Terwijl... Ja, ik moet wel. Trekt ook echt totaal geen aandacht, hè? Zo'n lama killen. Jezus. Ik kan eigenlijk stiekem... Ik kan wel kijken of ik even wat mensen kan killen, trouwens. Want het is nog geen endgame. Ik mag nu gewoon... Oh! Oh! Woe! Oh, jee. Oké, ik laat hun lekker vechten. Het zal wel, wacht. Of kan ik daar omhoog gaan? Ik kan mee gaan vechten. Ik ga even mee vechten. Het is goed geweest. Hallo? Zijn hier nog gasten? Wel toch? Hè? Ah, hij loopt hier achter. Zo, ik dacht als hij mij hier pakt, jongen, dan word ik helemaal gek. Oeh, gouden sniper. Die vind ik leuk. Dat is handig voor in een boom straks. En ik gebruik nooit een sniper. Niemand gebruikt ooit nog een sniper. Dus op zich is dat wel leuk om dat weer een keertje af te wisselen. Oh, en een thermal AR. Dat is ook perfect. Het zijn echt gewoon de leukste dingen die je eigenlijk nu kan hebben. Zien wij nog iemand vanaf hier? Ik weet niet, ik zou het gewoon dik vinden om iemand even van 300 meter te snipen of zo. Maar lijkt erop van niet. Oh, daar loopt iemand. Wacht. Daar loopt daar iemand. Oké, ik ga daar achter in een boom zitten kijken of ik hem kan snipen. Dat is mijn plan. Hier in dit ronde hutje... Achter iets zit iemand, 100%. En ik ga hier in deze boom zitten te chillen. Ja, ik hoop alleen dat niemand mij gezien heeft. Ik hoop echt dat niemand mij gezien heeft dat ik hierin ga. Oh, dan kan ik ook nog overal heen kijken. Alleen die bomen daar die staan in de weg. Dat is echt wel net een beetje jammer. Mag ik even... Ik ga even random vertellen, hè, jongens. Ik doe sinds kort wandel ik. Best chill, vooral met het weer de laatste tijd. Fucking... Oh! Oh! Ik wil net mijn verhaal vertellen, jongen. Ik dots iemand hier even... Staat daar iemand? Oh, ik dots hier iemand even uit die battlebus, jongen gek. Ik wil vooral vertellen, ik wandel de laatste tijd dus gewoon. En ik ga altijd normaal naar een parkje bij mij in de buurt. En dan heb je een soort toren. Precies zoals daar. Precies dat heb je daar ook. En ik heb een huisgenoot. En doe altijd spelletjes met stenen gooien op molshoopjes. En dan wie het dichtst bij is... Iets in die richting. En we gingen er gisteren heen. En er waren gewoon in één keer allemaal schapen daar. Van die lammetjes. En ja, sorry, maar dat was gewoon echt even... Oh, wat een hit. Het schattigste wat er is. Oh, ik probeer hier echt nog allemaal mensen te killen. Daar zit iemand in, maat. Er zit iemand in. Hoe kan ik nou verhaaltjes vertellen als ik zo... Oh! Nee, hij heeft mijn kill gehad. Ik moet ook echt wel achter me kijken, want ik kan hier ook echt vol gesniped worden. Waar zit die vent? Hij zit... Ik dacht dat daar dus iemand binnen zat, maar die is al gewoon weggegaan daar. Maar het verhaal was gewoon hele schattige lammetjes. Gewoon echt... En ik kon fucking dichtbij komen, en het is gewoon schattig. I know! Iemand heeft me gespot.
Shit. Hij is, doodgaan naar iemand anders. Jongens, ik snap het allemaal niet meer. Sta stil, sta stil, sta stil, sta stil, sta stil, sta stil. Oh my god. Oké, ik moet hier nu wel af, want ik vertrouw het niet meer. Ik weet nou ook niet of daar nog steeds iemand is die ja of nee. Ik ga even in deze battlebus, ik ben daar nog nooit in geweest. Maar voor alles een eerste keer. Oké, dus die guy, waar ging die heen? Ik schoot hier net een kogel. Ik heb dus vernomen dat je echt overal doorheen kan rammen met dit ding, right? Als ik nou gewoon hier, dan maakt hij... Oh my god, hij maakt alles... Oh, wat? Oh shit. Daar gingen we bijna. Daar gingen we bijna. Maar is hij nou weer gekillt door iemand anders? Jongens, ik denk dat ik dood ga. Waar is die vent heen gegaan? Ik ga weer in de battlebus. Ze zoeken het allemaal maar uit. Ah, hij loopt daar. Oké, hij liep daar. Ik heb nog geen zin om hem te vechten achter iets. Ik moet een boom zoeken. Deze boom. Deze boom is goed. Deze boom is... Oh, er is hier wel iemand. Wow, 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 wow. Wat doe jij hier, maat? Nooit meer, alsjeblieft. Hij gaat nu dood. Nou is hij de mijne. Hij gaat de battlebus in. Ah! Pisvent, jij hebt echt geluk dat die bus daar staat, jongen. Lucky motherfucker. Ik ga nu ook even helemaal omlopen, want hij weet precies waar ik was. We gaan even op tactiek kijken of we dit nog kunnen winnen. Ja, ik weet niet. Dat bomen is misschien... Het was een leuk idee, maar... Uitvoering... iets minder, iets minder. Oh, hij rijdt hier gewoon nog. Ja, maat, je komt niet zomaar van mij af. Oh my god. Lekker! Hè? Hij verdient het ook wel even om dood te gaan. Sorry, maar jij was echt... Kijk of hij nog leuke loot heeft. Voordat dit dadelijk mijn dood is. Er leven ook nog maar 3 mensen. Oh! Hij heeft echt ziek goede loot. Nee! Nee! Ah! Help! Shot on you, man. Oké, we gaan op tactiek weer even iets doen. We gaan nou niet op een... hoe noem je dat? Boom, maar we gaan even op tankstation. Oh, shit! Okay, daar zit er één. En dan zit hier nog één onder mij. Hoe gaan we dat doen? Eerst deze guy hier hieruit laten komen. Somehow. Dan zit er daar dus achter nog ergens één. Ja, een pieken. Ik kan dat niet zien. Oh, hij zit hier perfect in zijn bush, jongen. Die andere vent moet nou naar ons toe komen. Ah, hij is ziek. Hij is zo ontzettend ziek. Ik zie waar hij zit. Ik ga hem even eerst killen. Goed dat hij geen idee heeft. Ja, jij bent de mijne. Jij bent de mijne. Dank u. Oké, en dan is er nog één. En die zit in die ene bush. Oh, nee. Die is verplaatst. Hij heeft gewoon mijn tactiek gepakt. Nee. Oh, wat een naar ventje. Hij heeft gewoon mijn tactiek gepakt. Oké, jij moet nu reloaden. Jij moet nu reloaden. Oké, perfect. Hij denkt nu dat ik waarschijnlijk al dichterbij ben. Kut, hij heeft wel de hide nou. Oeh, ik heb deze. Nee. Even wachten. Even wachten. Ik ga even de hide pakken. Ben je pik? Oh, we hebben hem uiteindelijk nog. Nonne ju. Oké. We hebben de victory. We hebben de victory. Geen stress. Jongens, bedankt voor het kijken naar de video. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken, jongens. Later.